Deze mooie zonnige dinsdagavond. Ik ga u vanavond weer iets vertellen over ons Skyward Community programma. En ik zal me eigen eerst even voorstellen, want ik ben Nettie Sommers. En ik ben al vanaf 2016 bezig om hier het Skyway programma te investeren. En ik help ook andere mensen hiermee. Ik vertel ze het verhaal. Even wacht, ik zie hier iets staan. Zien jullie iets staan? In het linkerhoekje? Nee, oei, doe ik iets fout. Eventjes opnieuw. Mijn presentatie is vertrokken. Hij is er weer. Ja, sorry. Gaan we het even opnieuw doen. Ik ben dus in 2016 gestart. En sinds 2020 ben ik dus samen met een aantal andere mensen de communicatiegroep die voor Nederland alles verzorgt. En als er iets is of mensen vragen hebben, dan kunnen ze bij ons terecht. Wij mensen van de communicatiegroep. En ik ga u nu vanavond uitleg geven over wat Skyway op dit moment zoal doet en wat de veranderingen zijn. Ten eerste, wat is Skyway en waarom is Skyway gestart? Dat is om het milieu te ontlasten. We zullen allemaal meer rekening moeten houden met het milieu, want er moet veel en veel minder uitstoot komen van gevaarlijke gassen. Heel veel landen maken daar al afspraken over en willen we onze aarde goed onderhouden, dan zullen we het wat sneller en wat groter aan moeten pakken. Het probleem is wereldwijd. Het is niet alleen in Nederland, alhoewel we daar veel van horen, maar het probleem speelt gewoon wereldwijd. En door die luchtvervuiling, ja, zullen we er toch iets aan moeten doen, want mensen worden ziek. En de heer Anatoly Jeninski, die heeft dat jaren geleden ook al gezien. En via zijn bedrijf, Jeninski String Technologie, werkt hij al meer dan 40 jaar aan. En Skyway noemen wij het altijd wel heel kort, maar Skyway wil eigenlijk zeggen dat zijn de modellen. Alle voertuigen die vallen onder de naam Skyway. Maar wij als investeerders vallen onder het bedrijf Jeninski String Technologie. Dus dat is even om het voor u wat duidelijker te maken. En de heer Anatoly Jeninski die is in 1978 al begonnen om dingen verder te ontwikkelen. Hij zag het toen al aankomen. En nu in 2021 is hij bijna zover. We zijn bijna aan het einde. We zitten in een van de laatste fases van de ontwikkeling en voor de ondersteuning. Dit is de heer Anatoly Jeninski. En als je helemaal rechts ziet op het plaatje, dan zie je een auto die op een rails rijdt. Dat was zijn eerste prototype. Maar inmiddels zijn er al heel wat andere types voorbijgekomen. Die laat ik u straks zien. Maar wie is de heer Anatoly Jeninski? Hij is auteur, uitvinder en designer van de stringtechnologie. Hij is projectmanager van twee projecten van de Verenigde Naties en is lid van de Cosmonautische Federatie van de USSR. Hij is auteur van 140 uitvindingen, 18 monografieën en meer dan 200 wetenschappelijke projecten. Ook is hij onderscheiden voor verschillende dingen die hij gedaan heeft. Hij heeft er gouden medailles voor gekregen, diploma's en zelfs de internationale prijs van de Golden Charlotte. En deze werd hem eerder ook al in 2009 en 2011 uitgereikt. En ook in 2018 heb ik het mee mogen maken dat hij, dat zie je op het rechtsonderste plaatje, dat hij dus het beeldje omhoog houdt wat in het midden staat. Hij was zo trots, hij heeft dat weer gekregen, met weer een diploma erbij, dat hij een bedrijf is wat heel goed werkt. Maar iets over het milieu, want overal in de wereld zullen we er rekening mee moeten houden. Maar wat zijn de voordelen om te bouwen zoals de heer Jeninski het wil met zijn stringtechnologie? Het eerste is, het gebruikt veel minder ruimte als een gewone weg. We hangen daar aan een kabel en een weg heeft veel meer ruimte nodig. Maar natuurlijk ook daardoor minder materiaal om te bouwen. Want de kolommen waarop gebouwd wordt, die zijn gewoon heel erg smal. En daardoor ook milieuvriendelijker om te bouwen. En hierna zie je een aantal afbeeldingen, deze, van de modellen die ontwikkeld zijn. En dan zie je helemaal midden onderin voor de industrie. En links en rechts daarnaast zie je van klein tot groot meerpersoons wagons. Ze gaan allemaal van 3 tot
hoger de lucht in, 30, 40, 100 meter. Kan allemaal. En het is ook nog eens veiliger. Mensen kunnen geen botsing meer maken. En ook voor een tsunami of zo, daar zijn ze ook tot een hele hoge sterkte tegen bestand. En het is veilig, want er kunnen geen ongelukken gebeuren. Want kijk maar eens een beetje aan de rechterkant, het plaatje waar een weg onderdoor loopt. Dat zult u straks nog iets meer zien, iets groter. Maar dat is gewoon veilig. Hebben we geen problemen met een ongeluk in de dode hoek van vrachtwagens. Maar wat kan hij bereiken? Hij bereikt er een beter leefmilieu voor de dieren. Hij versnelt het transport. En daardoor zijn de files opgelost en kunnen mensen die wel met een auto reizen, gewoon doorrijden en hoeven ze niet meer in een file te staan. Maar alles wat u hier gaat zien, ziet en gaat zien, is geïnspireerd en georiënteerd op groene energie. Er is ook een eigen opleidingscentrum voor opleiding van medewerkers. En studenten aan de universiteit, die hebben inmiddels ook al examens gedaan en die zijn afgestudeerd op dit programma van de Skyway vervoermiddelen. Om even te kijken, wegen, die kunnen inzakken. Grote ongelukken gebeuren ermee. In de woestijn gaat zand zijn eigen weg. De natuur heeft zijn eigen wetten en zijn eigen regels. En die verzet zich tegen wat wij doen. En er moet iets op gevonden worden. Nou zijn mensen daar al jarenlang mee bezig. In Duitsland hebben ze pogingen ondernomen om een weg ondersteboven aan te leggen. En in China hebben ze zelfs er eentje gewoon onderaan een talud gehangen. Maar dat is gewoon een tram met geen wielen onderin, maar bovenin. Aan de bovenkant. Maar verder verbruikt hij gewoon hetzelfde energie als een vervuiling. Hij geeft dezelfde vervuiling als een gewoon normaal transport. Dus dat heeft geen voordelen. En dan hebben we ook nog de kabelbaan. Want veel mensen zeggen tegen mij, ja, maar de kabelbaan die is er al lang. Want kijk maar eens in Zwitserland en zo. Nou, dat klopt, maar een kabelbaan, die zegt het al, daar wordt een wagon voortgetrokken aan een kabel. En niet met een motor. Onze wagons hebben een motor en die wekken hun eigen energie op. Hier wordt een wagon voortgetrokken door een kabel. En het gaat altijd veel langzamer als dat je een eigen energievoertuig hebt. Het transport waar ik u nu over wil vertellen, dat heeft een eigen motor. En ook een eigen spoorstructuur. Zit geen kabel aan waar ze mee voortgetrokken worden. We creëren dus een transport en een infrastructuurindustrie die qua potentieel niet onderdoet voor industrieën zoals luchtvaart, spoor en wegvervoer. En zeker de luchtvaart, er wordt in Europa al gezegd, er moet geen vliegtuig meer door Europa reizen. Men moet de trein in. Nou, wij hebben hier dus geen trein, maar wij hebben een high-speed unibus linksboven die witte. Die kan tot 500 km per uur. Hoe geweldig is dat? Geen vliegtuigen meer door de lucht, maar dat wij van luchthaven naar luchthaven met een high-speed unibus gaan. En linksonder, daar zie je een wagon en die heeft een unibus en die heeft dus meerdere compartimenten. Het kan vergroot worden door meerdere tussencompartimenten eronder te zetten. En dan kan men een wagon zo lang maken als men wil. En deze gaan 150 km per uur. En rechts zie je een industrieel unitruck. En dan heb je ook nog een soort lopende band. Die lopende band die kunnen ze ook van een, een mijn naar een fabriek laten lopen. Dus dat is ook nog eens een ander verhaal als wat men nu doet met vrachtwagens door een berg heen. Of langs een berg heen, moet ik eigenlijk zeggen. Laten we een voorbeeld geven van hoe het gedaan kan worden met onze Skyway vervoerssystemen. Als je een normale weg aan gaat leggen, dan wordt er van A naar B de weg geëgaliseerd. Het aardoppervlak wordt glad gemaakt. Dus in feite de berg moet weg en ook de rivier, dus die wordt gevuld met het overtollige van de berg. En dan krijg je een mooie rechte lijn. En daarop kan een weg gebouwd worden. Maar zoals u ziet, de dieren die er leven, daar is geen plaats meer voor. Dus de flora en fauna gaat veranderen.
als je de weg verder aan gaat leggen, als het geëgaliseerd is, dan moet daar nog een 2 meter brede meerlaagse fundering voor die spoorstructuur aangelegd worden. En dat is voor 1 richting, dus voor 2 richtingen heb je 2 keer die 2 meter brede meerlaagse fundering nodig. En pas daarna kan de rails er overheen gelegd worden. En daar kan pas het rollend materiaal, de trein, overheen. En wat doet Skyway? Skyway die doet het anders. Want die plaatst pilaren. Daar blijft de berg de berg en de rivier blijft de rivier. En die pilaren worden verbonden door een getwiste snaren. Een soort lijn. Zoals een koordloper over een lijn heen loopt. Zo gaan eigenlijk de snaren van de Skyway-structuur die gaan van pilaar naar pilaar. En daardoor krijg je geen wegbedding, maar een soort wegbedding naar het tweede niveau. Het eerste niveau is de weg, het tweede niveau is in de lucht. En zo kunnen dus zware grondwerken vermeden worden en dus ook de vernietiging van dier- en plantleefomgevingen. We hebben zelfs geen zware steunen nodig, want met een lichte steun, en zelfs nog minder, maar dat laat ik u dadelijk zien, dus met een lichtere steunen kan gewoon die snaar gelegd worden. En dan trekken ze hem verder strak. En dat moet je zien zoals bij een gitaar. Die heeft ook snaren. Die zijn in het klein, hier hebben ze het in het groot. En zo'n snaar die wordt strak getrokken en die wordt dan bevestigd aan de uiteinden in de grond. Dat doen ze bij een gitaar ook. En daarna gaan dus de tussensteunen, kun je zien, die gaan ook weg. Dus er hoeft zelfs heel dikwijls niet in een berg of een rivier of wat dan ook geboord of gevreesd te worden of wat dan ook om hier een pilaar te plaatsen. Dus het scheelt zoveel voor de natuur, maar ook in kosten, dat veel minder materiaal nodig is en werkuren. Als dan de snaar vastgezet is, dan kan er ook nog een hard, stijf omhulsel overheen. En dan krijg je een unieke spoorstructuur. Je kunt hem dus hebben in een stijve rechte of eventueel een gebogen. Zit er een stijf omhulsel omheen, dan is het dus voor zwaarder materieel. En dan moet je zo zien. De stijve rechte die krijgt dus een hele harde laag erboven overheen. En dat is de fixatie die in feite 100 jaar mee kan. Ik heb straks nog een benaming ervoor, ben ik nu even vergeten. Maar dat is materiaal wat er boven overheen zit, wat dus 100 jaar gegarandeerd is. En links zie je een plaatje in die oranje rondjes. Daar zie je een systeem dat zorgt dat er geen ontsporing kan ontstaan. Die houdt elk voertuig wat daaraan hangt of bovenop staat in de rail. Zeer veilig. Maar om de spoorstructuur, de belasting te verminderen, hoeft men niet een lange trein te zetten, maar men kan het ook in stukjes doen, dus kleinere wagons. Dan is ook de spoorbelasting is al veel minder en de voertuigen kunnen sneller gevuld worden en weer vertrekken. Dan kan het zelfs tot ongeveer elke 10 seconden dat er een voertuig kan vertrekken. En vooral door de moderne ontwikkeling van de computertechnologieën kunnen ze alles volledig geautomatiseerd doen. Logistiek is dat heel makkelijk, maar ook wat personeel betreft. Er hoeft geen personeel meer in. Het rijdt zonder chauffeur. Maar het snaartransport past ook gemakkelijk in het natuurlijke landschap. Zoals bij de stedelijke infrastructuur. Want als je kijkt bij een flat, kan men zelfs een weg dwars door een flat doen. Als men op 1 verdieping een huisje weghaalt en daar de rail erheen laat lopen met een pilaar ervoor en erna, dan is de funderingbelasting helemaal niet belast in zo'n flat. En dan kan men daar een in- en uitstapstation maken en kunnen mensen vanuit die flat in hun eigen wagon stappen en zo weer verder reizen. En het bouwen kan ook heel makkelijk in bergen, want in bergen moet er normaal altijd een extra weg aangelegd worden voor al het materiaal aan en af te voeren. Maar daar is ook een oplossing voor gevonden, want Uninsky String Technologies heeft ook vliegende drones. En het zijn geen kleintjes, ze hebben ze van klein tot groot, maar de grootste die kan tot 1500 kilo dragen. En die kan vanuit de lucht zorgen dat er gebouwd wordt. Dus een
leefomgeving van dieren wordt ook hiermee gespaard. Om nog even terug te komen op die spoorstructuur. De bovenste, dan zie je die stijve rechten waar een stijf omhulsel omheen is. En een enkele baan is dat. Maar de middelste, die heeft een dubbele rail. Daar kan er boven eentje overheen en onder. En de onderste, die heeft nog die gebogen structuur. Dan zie je bij die onderste dat niet boven overheen de extra stijve omhulsel omheen zit. Maar door allemaal gaan snaren. En dat is het belangrijkste. Die snaren, die zorgen dat alles heel sterk is. Dat zie je ook bij de gitaar, maar dat zie je ook hier. En dat zijn ook materialen die geleverd worden door een Europees bedrijf. Maar daar laat ik u straks iets meer van zien. Hier zie je de doorsnee in het echt. Dat hebben wij gezien op de InnoTrans in Berlijn in 2019. Dat is echt heel mooi. En hier rechts, die lag er ook. En daar hebben ze een bril overheen gelegd voor de foto. En dan zie je hoe smal dat zo'n snaar kan zijn. Maar oh, zo verschrikkelijk sterk. En het volgende voordeel wat deze spoorstructuur heeft, is als je kijkt bij een auto en dan de aerodynamische weerstand van een auto die in een windtunnel getest wordt, dan gaat de voorkant dus heel mooi vloeiend, gaat de wind mooi omheen. Maar aan de achterkant krijg je zo'n cirkel. Dan wordt de luchtweerstand zorgt eigenlijk voor een vertraging van de snelheid. En dat is bij het systeem van Skyworld Community heel anders. De Janinski stringtechnologie die zorgt ervoor dat, omdat ze op het tweede niveau rijden, dat de wind erboven, maar ook eronder doorgaat. Je ziet bij die auto dat dat niet gebeurt. Wordt het tegengehouden. Maar bij de bovenste, de High Speed Unibus, daar zie je dat achter de auto heel vloeiend de wind weer weggaat. En daardoor kan hij een flinke snelheid krijgen. Het vervoer wordt dus totaal niet beïnvloed door die wervelstormen. En dit is de High Speed Unibus. Hij is ook te bezichtigen geweest in Berlijn op de InnoTrans in 2019. En je kunt hem in werking zien op het Ecopark in Minsk. En inmiddels ook in Dubai, de Verenigde Arabische Emiraten. De originele rompvorm die maakt het mogelijk om deze hoge snelheden te kunnen bereiken. En als je dan ziet de berekeningen, wat het verbruik is in kilowatt stroom, dan zie je bij de linkse kunnen 14 personen in. En bij een snelheid van 100 kilometer en op een lengte van 100 kilometer verbruikt hij maar 0,12 stroomverbruik. En bij de rechtse, de High Speed Unibus, daar kunnen 6 mensen in. Ook op een lengte van 100 kilometer, maar dan op een snelheid van 500 kilometer. En dan verbruikt hij 0,93 energieverbruik. Dus allebei met een lengte van 100 kilometer, maar de ene met een snelheid van 100 kilometer en de andere met een snelheid van 500 kilometer, verbruikt hij zeer, zeer weinig per ton kilometer. Maar alvorens dat de markt betreden gaat worden, moet altijd elk voertuig heel erg goed getest worden. Het moet aan vele testen onderworpen worden en als al die tests goedgekeurd zijn, dan krijgen ze daarvoor een certificaat. En hier zie je een heel aantal certificaten, ook patenten en ook onderscheidingen. En dit is een klein stukje uit het grote geheel. Hier zie je dus ook rechtsonder, dat is, kun je nu niet lezen, maar dat is een goedkeuring van de Europese Unie. En links zie je dat de experts het VN-programma voor duurzame ontwikkeling ook goedkeuring hebben gekregen. Oh, hier hebben we deze nog. Dan zie je bij de pijl, zie je Brussel staan, 16-2-2018. Dus toen is er al een goedkeuring gekomen vanuit Europa. Dus dit is gewoon heel goed nieuws, want Skyway is gewoon een heel goed programma. Het bedrijf Janinski Stringtechnologie is gewoon super, super goed bezig. En dan mogen we alleen maar heel blij zijn dat wij daar op dit moment deel van uit mogen maken. En dat in zo'n vroeg stadium van de ontwikkeling. Nu zijn er natuurlijk altijd slimme techneuten die er meer van willen weten. Hoe werkt dit? Dit kan niet. En dat kan. Ze kunnen dus in de site kijken. Als ze een account hebben, kunnen ze daar alles vinden. Hier zie je gedetailleerd alle uitleg.
Ik snap er niet veel van, maar ik heb met een techneut daarin zitten kijken en die begreep het perfect. Dus wil je er meer van weten, dat kan. Maar er is ook nog voor ons, waar mensen die niet zo technisch zijn, toch nog heel veel informatie. Dan ga je naar de site van de RSW, -systems.com. En daar vind je alle informatie die in het verleden naar buiten gebracht is, zodra iets goedgekeurd was, of zodra er weer iets ontwikkeld was, waar wij van op de hoogte gebracht mochten worden. En toen ze startten, hadden ze in eerste instantie 1 model voor ogen, maar al vrij snel kwamen ze erachter dat er meerdere modellen moesten komen. En dat is dus allemaal ontwikkeld tijdens de looptijd van stage 1 naar nu stage 14 waar we in zitten. En rechts zeggen mensen wel eens, ja, dat zijn computertekeningen. Dat klopt. Maar ik ga u nu bij al deze modellen ook de echte modellen laten zien waar we foto's van gemaakt hebben in het Ecotechnopark. En dan zie je linksboven al de eerste. Dat is voor mensen, voor de 1 of 2 persoons vervoerpersonen. Deze Unibike kunnen 3 personen in. En dan heb je de Unicar. Hier kunnen er 7 in. Of hier kunnen er meerdere. Dit is eentje voor 25 mensen. En dan heb je de Unibus. En er is staand vervoer, kunnen er 14 in. En dan heb je de Unibus U4-220-T2. En die T die staat eigenlijk voor heet transport. Dus in de Emiraten heb je meer warmte. Daar moeten toch dingen anders op aangepast worden. Dus wat heeft Unisci String Technologies ook kunnen doen? Doordat ze in Minsk en in Dubai zitten, in de Verenigde Arabische Emiraten. Daardoor hebben ze het in zeer koud klimaat en zeer warm klimaat kunnen testen. En dit is dus getest tot min 60 ongeveer en ongeveer plus 55 temperatuur. Dus geen blaadjes op de weg, geen hitte, dat spoorrails niet goed bereikbaar zijn. Hier, dit kan altijd reizen, alle problemen zijn er in feite al uit. Alles is opgelost. En dan hebben we de High Speed Unibus. Dat is die tot 500 km per uur kan halen. En de andere allemaal tot 120 km per uur. Maar dan hebben we ook nog de industrie. Door het vervelende periode van de laatste 1,5 jaar heeft Unisci String Technologies ook niet zoveel kunnen doen wat op bouwlocaties. Maar daardoor hebben ze op kantoor al een heel nieuw project kunnen ontwikkelen. En ook in hun fabriek al kunnen bouwen. En dan zie je in het midden zie je de 12 meter lange en 35 ton zware container. En rechts zijn ze al aan het testen met de containers. Deze is zelfs wordt op dit moment getest in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij is al getest in Minsk, maar in de Verenigde Arabische Emiraten, daar wordt hij op dit moment getest. Maar ook de Unitruck wordt ook al getest in warm en koud klimaat. En ook de transportband is in het koude klimaat getest. Het warme klimaat weet ik nog niet, denk het niet, maar wel in het koude klimaat. En zo kunt u zien dat alles op de computer is ontwikkeld, maar inmiddels ook in het echt getest is. We liggen de concurrentie jaren en jaren voor. Maar niet alleen concurrentie. Oh, hier linksonder heb ik nog een plaatje. Dat is een foto die ik zelf gemaakt heb in het park. Op het allerlaatste moment toen iedereen al naar huis was. Er is nog niet verteld wat het is. Dat is nog de verrassing. Dat wordt ontwikkeld. Zodra als alles klaar is en naar buiten gebracht mag worden, zullen we er meer over weten. Maar hier zien we wel dat er toch al iets meer in ontwikkeling is wat we nog niet weten. En dan even het containervervoer, wat de milieu, voor het milieu en de bouw is. Want de bouwkosten van dit vervoer via Skyway is in de grafiek heel weinig. De trein en de vrachtauto heeft meer aan bouwkosten nodig. Maar als je dan rechts de grafiek bekijkt, de milieuvervuiling, dan is het Skyway-vervoer is heel weinig. De trein wat meer. Maar kijk eens naar een vrachtauto, die is zeer milieuvervuilend. En je kunt het ook een beetje zien, als je dan het onderste plaatje ziet bij die vrachtauto, je ziet gewoon al aan de kleur dat er gewoon al meer milieuvervuiling is. Als je dan de Skyway systemen ziet, dan moet je eens kijken wat de wagons
allemaal doen. En het onderste plaatje, dat is in een fabriek. Daar kunnen mensen in een fabriek de pallets inladen in een wagon. En dan kan die verzonden worden via het systeem. Een computersysteem zonder chauffeur, want er is geen plek voor een chauffeur. Maar kunnen ze instellen dat het naar de plaats van bestemming gaat waar het hoort te zijn. Hoe geweldig mooi is dat? En dit is geen fotomontage, maar dat is ook echt een echte foto. Die gemaakt is in het Ecotechnopark in Minsk. En daar zie je dus dat dit de flexibele doorgebogen lijn is. En dan hoor je ook dat kloppen van rails niet, want het is één lange rechte lijn waar geen lastverbindingen in zitten. En het belangrijkste is om het transport op tussen het tweede niveau te garanderen voor maximale veiligheid voor passagiers. En doordat er machinisten ontbreken en het automatische besturingssysteem werkt, sluit het de menselijke foutfactor uit. Maar bij problemen kan elk vervoermodel een ander helpen. En dat zie je op het volgende plaatje. Want dan zie je, daar hebben ze getest toen wij daar waren in 2019. Zegt dat er één wagon is blijven hangen door calamiteiten. Dan hoeven mensen niet met gekke capriolen naar beneden gehaald te worden. Want een volgende wagon die er aankomt, die kan aankoppelen en die trekt of duwt de gestrande wagon naar de volgende station om daar geholpen te worden. En dan kunnen mensen uitstappen. Dit is ook een foto die gemaakt is in Minsk. En hier zie je een station. Dat is het station voor de hoge snelheidswagon en onder voor het 150 kilometer snelle vervoer. Dus boven is de high-speed unibus. En onder zie je dus de 14 personen unicar. Nu heeft Unity String Technologies twee prioriteitsrichtingen. Het eerste is het personenvervoer van de unibus met 25 zitplaatsen of meer. Maar het tweede, wat eigenlijk steeds belangrijker begint te worden, is de unicons, de containertransportersvervoer. Staand of hangend, links is staand, middelste is hangend. Dat vervoer, dat zal denk ik heel snel de overhand gaan krijgen, want er is superveel vraag naar vanuit de industrie. En hier zie je ook nog wat ze verbeteren, want het geluid moet ook verbeterd worden, vinden ze. Wij hoorden al in 2019 dat ze eigenlijk bijna geruisloos aankwamen, maar er is contact gezocht met een bepaald bedrijf en die heeft kunnen zorgen dat het geluid eigenlijk nog veel meer geabsorbeerd kan worden. En in die twee rondjes, daar zie je een stukje geel. Daar heb ik daar zo meteen nog een groter plaatje van. Maar dat is eigenlijk een extra laag ertussen om het absorberen van het geluid nog verder te ontwikkelen. En de laagfrequente geluid van de spoorwielen kan dus via die trillingsisolatoren kunnen ze dat heel erg sterk nog verminderen, dat je bijna of helemaal niks meer hoort. Hier zie je dat plaatje. Het gele. Dat is ook zo'n trillingsisolator. En hier zie je ook dat de hoofd- en ankersteun daardoor ook nog beter geïsoleerd kunnen worden van elkaar. Want elke rail die heeft een longitudinale kracht van enkele honderden ton. En bij een elektrische spanning van 1000 watt is dat heel veel. En moet er dus heel veel beveiliging komen. Wat ook is gebeurd. Omdat het transport van snarrails boven de grond beweegt, is het ook nog eens heel erg goed voor wegen en ook boven water. Want men kan daar het vervoer van wegen door laten gaan. Kijk eens het linkerplaatje. Daar zie je de auto's. En die auto's die rijden nu heel rustig zonder een file. Maar de vrachtauto's zijn weg. En je ziet de containers er boven overheen gaan. Dan kunnen gewoon telkens om de aantal seconden kan een container erheen rijden. En daar heeft niemand last van. En een vrachtauto die stoot heel veel uitlaatgas uit. Deze container niet. Die werkt op zijn eigen opgebouwde energie. Hoe mooi is dat? En daardoor is er minder grondwerving nodig.
Want anders was er misschien nog een baan van auto's bij moeten komen. Maar ook bergen, bossen en wateren, die zijn totaal geen obstakel voor dit soort vervoer. En de trekroutes van dieren worden niet geblokkeerd, wat gewoon heel erg belangrijk is. En daardoor kan de vruchtbare onderlaag niet vernietigd worden. En als je dan rechtsonder naar het plaatje kijkt, dan zie je eigenlijk dat de dieren hier nog mooi kunnen leven. En bovenin zie je eigenlijk telkens elk wagonnetje is een soort vrachtauto, waar materiaal in zit, waar normaal hier een hele zware weg doorheen geleid had moeten worden, waar dieren niet meer over konden steken en hun trekroutes dus ook geblokkeerd werden. Nu, via dit vervoer boven de lucht, wat geruisloos is, kunnen dieren rustig verder leven zonder uitlaatgassen voor ons en ook voor de dieren natuurlijk. En alles kan mooi bij het oude blijven. Iedereen heeft zijn eigen habitat. Toen wij in 2018 in Berlijn op de Innotrans waren, toen hebben ze de high-speed unibus daar laten zien. En dat was heel mooi op die beurs. Want als je dan kijkt naar het volgende plaatje linksonder, dan zie je dat daar links een stand is, waar drie mensen in die stand staan, die staan te kijken naar rechts. Want rechts was de stand van Skyway. En die mensen keken daarna en die snapten er niks van dat daar zo druk was, dat daar zoveel mensen waren. En in hun stand was niemand. Die hebben er niks van begrepen. Dit is nog een foto waar iets minder mensen zijn, zodat je aan de achterkant, achteraan zie je de high-speed unibus staan, tegen de wand aan. En zo groot was deze stand, dat de ruimte dikwijls nog te klein was, dat mensen er gewoon haast niet doorheen konden lopen, zo vol dat het was. En hoe mooi is het dan als je bij dit bedrijf hoort? Dit zijn de motorwielen, die stonden daar ook. Hier zie je nog een stukje van de high-speed unibus aan de achterkant. En het motorwiel, je ziet het aan de hand van die man, dat het motorwiel echt helemaal niet groot is. En het belangrijke systeem waar patent op is, zit binnen daarin. Dus, en dat zorgt voor het lage energieverbruik. En door de compactheid en de kracht en de lage energieverbruik komt ook de minimale rolweerstand van die stalen wielen op die harde bovenlaag die u daar straks zag op de rails, zorgt ervoor dat de snelheid echt hoog opgevoerd kan worden. En dit is het kantoor in Minsk. Eerst was er een kleiner kantoor, ik heb er een nieuwe foto in gezet. Men heeft sinds kort dit kantoor betrokken. Hier staat nog een andere naam bovenin. Maar ik heb inmiddels al een foto waar bovenin de naam Stringtechnologie, Juninski Stringtechnologie staat met het eigen logo. En het hele kantoor is voor de ontwikkeling van het Skyway transport. En sinds 2019 heeft het bedrijf meer dan 100 hooggekwalificeerde specialisten in dienst. Dit bestaat uit 80 afdelingen en ontwerpbureaus. En de totale oppervlakte van het kantoor is meer dan 10.000 vierkante meter. En dit is de fabriek. En dan zie je links de fabriek zoals ze in het begin betrokken hebben. Maar links onder dat met dat witte dak, dat is weg. En er is een grotere nieuwe voor in de plaats gekomen. En hier heb ik een foto dat ze hem aan het bouwen zijn. Die is wat duidelijker als diegene die nu klaar is, want dan is de andere fabriek er een stukje achterweg. Maar hier kun je nou doorheen kijken. En deze fabriek is dus inmiddels helemaal af. En daar worden nu aan de lopende band de wagons gebouwd. En ze hebben dus, hier is vracht- en passagiersvervoer kunnen ze hier bouwen. Ook voor stad en intercity. Met een hoge snelheid, met een capaciteit dus tussen de 2 en de 200 passagiers. Inmiddels is dat 250 volgens mij. En ze hebben dus een laadvermogen van 2 tot 35 ton. Zo zag het park eruit in het begin in 2015. Toen ze een stuk grond hebben gekregen, gekocht, wat een oud militair terrein is geweest, wat vervuild was. Dat hebben ze dus, moeten we schoonmaken. En hier zie je de eerste foto's dat er gegraven en gebouwd ging worden. En dan de tekening die je linksboven ziet, was dat ze in 2016 zeiden, dit gaan we bouwen. Dit project gaat zo eruit zien. En nu zie je de foto van hoe het er nu echt uitziet.
En dan zie je dat er veel meer bij is gebouwd als wat ze in 2016 bedacht hadden. Er zijn inmiddels geen 4 lijnen, maar 8 lijnen. En het containervervoer was niet de bedoeling, is er inmiddels ook. Dus er is veel meer ontwikkeld. En daardoor duurt het misschien wat langer voordat dit alles klaar is. Maar doordat we dit jaar eigenlijk door die vervelende ziekte mensen niet hebben kunnen werken. Veel mensen in landen naar hun eigen land terug zijn gegaan. En er minder personeel was op de bouwplek. Hebben ze zich gaan concentreren op het containervervoer. En dat hebben we er nu ook allemaal bij. En dat gaat veel meer versnellen nog als de passagiersvervoer. En we hebben in Antwerpen, heeft Kaat Jacobs en Christiane Vladi, hebben daar al gesprekken gevoerd. Op het moment als men weet wat de kosten zijn, kan men daar terugkomen en is men bereid om hiermee te gaan bouwen. Want er is geen concurrentie. Hoe mooi is dat? Hier zie je nog een paar plaatjes. Van rechts zie je onderin de Unibus, maar boven zie je de high-speed Unibus nog eroverheen. En dan zie je heel mooi dat die schuine pijpen, daartussenin zitten donkere stukken, dat is ook om de elektriciteit gescheiden te houden, anders krijg je kortsluiting. Dus op deze manier hebben ze ook moeten zorgen dat alles sterk moet zijn, het moet aan elkaar gemaakt worden, maar er mag geen kortsluiting komen. Dus er zit veel en veel meer achter om dit allemaal te ontwikkelen, als dat iemand denkt. En linksonder zie je dus nog een Unitruck. En linksboven zie je een 2-persoons wagon. En hier zie je ze echt. Dan zie je bijna alle modellen. Bovenin helemaal de high-speed Unibus. Helemaal voor dus de Unibus. En dan daarachter zie je Unibus, Unicar en ook de 2-persoons vervoerswagon. En om even over de Arabische Emiraten op verder te gaan, want daar is natuurlijk ook heel veel in ontwikkeling. De Arabische Emiraten die hadden al heel snel in de gaten dat de olie op een gegeven moment minder waard zou worden en dat ze ook moesten vernieuwen. En toen Unity String Technologies kwam met dit systeem, hebben ze daar dus heel snel gesprekken gaan voeren en het systeem blijven volgen. En op een gegeven moment, toen daar in een centrum een bouwproject gebracht werd met allemaal nieuwe technische ontwikkelingen, heeft Unity String Technologie hier ook een stuk ruimte gekregen. En hier zie je de manquettes, de 3 bovenste foto's. En rechtsonder een manquette van een ecohuis. Het ecohuis is inmiddels al klaar, dat is al gebouwd. En er zijn al wegen aangelegd, men is er al heel ver. En de eerste lijn van 400 meter is klaar. Oh wacht, hij gaat niet verder, ik moet eventjes een nieuwe pakken. Want ik kon niet alles tegelijk laden. Dus nu kunnen we hier verder. Ja, gaan we verder. Dus de wegen zijn inmiddels ook aangelegd en dat zie je op het volgende plaatje. Nee, nog niet, komt straks. Dit zijn de wagons die al rijden daar. Je ziet links, 2019 was dit een allereerste foto van de 400 meter lijn. Daar is in eerste instantie getest op heel trage snelheid. Daar is alles aangepast moeten worden aan warme klimaat. En nu is alles helemaal goed gekeurd, is rond en het is echt helemaal, de patent is ervoor en wordt het nu helemaal verder uitgeontwikkeld. Dus het 400 meter lengte vervoer is helemaal al in orde en daar zijn ze nu alle wagons op aan het testen. Hier zie je zo'n foto, je ziet alles is nog vol met zand en 2 pilaren zie je staan en achterin zie je een station nog in aanbouw. Maar wel de verdieping is klaar, zodat ze met de wagons op en neer konden reizen. En als je naar linksonder ziet, is nu dus de laatste maand zijn ze daarmee aan het testen. Dat is dus de container, het containervervoer. Hier linksonder zie je ook dat het in aanbouw zijnde station klaar is. En dat ze daar de Unitruck container aan het testen zijn.
En wat is eigenlijk de toekomst van Dubai, van de Verenigde Arabische Emiraten? Ze willen dus dat de rails, en dat is op dit moment ook, een gegarandeerde duurzaamheid hebben van 100 jaar. En hoe kan dat? Doordat ze de carrosserie, wordt normaal altijd gaat die roesten, maar hier voorkomt de carrosserie dat die gaat roesten door de, of de voorgespannen snaren. Die worden niet door carrosserie eigenlijk verslechterd, maar die worden omhuld in een polymeeroplossing. En dat is ter bescherming tegen de zware omstandigheden in het warme klimaat. Er kan dus geen roestontwikkeling ontstaan. En dit systeem, allemaal samen, vereist veel minder land en ook de infrastructuur is veel makkelijker. Het verbruikt ook bijna 5 keer minder energie dan andere elektrische voertuigen. En dat is eigenlijk ook in lijn met de strategie die de Verenigde Arabische Emiraten, de overheid van de Verenigde Arabische Emiraten, eigenlijk voor ogen hebben in een smart city van Dubai. Er zijn dus ook heel veel samenwerkingen met partners. En hier is, dit is een partner, de allereerste waar ze mee samen gingen werken, die wij wisten uit Europa. En dat is de firma Beckard. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Die ontwikkelen snaren. Zij leveren snaren. En die hebben dus in het ecopark in de Verenigde Arabische Emiraten alle bekabelingen geleverd voor het 2,5 kilometer lange spoor, wat op dit moment in aanbouw is in het testcentrum in de Verenigde Arabische Emiraten in Sharjah. En links zie je dat plaatje, hoeveel van die rollen kabel liggen er wel niet voor 2,5 kilometer. Omdat er niet één snaar erheen gaat, maar er gaan meerdere snaren over één lijn, om het gewoon heel erg sterk te houden. En dan hebben ze ook nog samenwerking met andere partners. Om aan de eisen te voldoen, hebben ze ook het bedrijf Maflek. En die levert dus alles voor de verlichting. En dat is voor eventueel deuropeningen, voor instaptijden, voertuigen die stilstaan of waar een andere verlichting moet zijn voor in-uit of wat dan ook. Dus alle verlichting en alle elektrische dingen verzorgen zij. En Voestalpin, die levert, dat is een Oostenrijks bedrijf, en die levert het gewalste harde staal. En dat is voor de harde omhulsels van de stringen, van de snaren. Dit bedrijf heeft 500 kantoren in 50 landen, heeft 52.000 mensen in dienst, en in het boekjaar van 2018-2019 hadden ze een omzet van 13,6 miljard. Met een bedrijfsresultaat van bijna 1,5 miljard. Een geweldig mooi bedrijf. Dit is hun kantoor. Ze leveren onder andere aan Audi, BMW, Jaguar en Volvo. Dus je ziet dat dit een heel erg gerespecteerd bedrijf is voor hoogwaardige materialen te leveren aan industrie die ook hoogwaardig is. En in oktober 2019 werd in het Skyway testcentrum werd bezocht door dit bedrijf, want zij wilden wel zien met wat voor bedrijf ze te maken hadden, want ze gaan niet over één nacht ijs als ze samen gaan samenwerken met een bedrijf. En ze waren heel erg onder de indruk van alles wat Unitsky String Technologies kon bieden. Maar waarom zouden wij investeren? Want wij mogen investeren nog in dit project. En dat doen we eigenlijk om het project nog sneller te laten ontwikkelen. En ook natuurlijk straks voor ons, dat wij daar ook nog een voordeeltje van hebben. Als je dan kijkt voor de aanleg van een kilometer snaarroute, hebben ze minder dan 100 vierkante meter land nodig. 1 kilometer. Dus dat is 1000 meter. Dan hebben ze maar 100 vierkante meter land nodig. Dat zie je op het linkse onderplaatje, dat ze heel weinig stuk grond nodig hebben om dit te bouwen. Wat zijn de voordelen? Om de bedrijfskosten bedragen minder dan de helft van het conventionele spoorvervoer. De elektrische voertuigen verbruiken veel minder energie dan auto's. Het is aanzienlijk goedkoper om te bouwen en te exploiteren dan een hyperloop of een monorail. Het is energiebesparend. En met elektromotor is het deels op zonne- en windenergie die aangedreven wordt, is het nog veel besparender.
En nog meer voordelen? Het is 3 tot 5 keer lager in kosten dan de meeste betaalbare conventionele vervoerssystemen, zoals voor wegen, spoorwegen en kabelbanen. Er zijn unieke elektropods van Unicont die het mogelijk maken om standaard ISO-containers te vervoeren met een snelheid tot 120 km per uur. En de prijs die is zo verschrikkelijk laag, 1 dollarcent per ton en per kilometer. Dus zeer goedkoop, daar zijn heel veel bedrijven heel erg blij mee, want er is geen ander vervoer wat zo goedkoop iets aan kan bieden. En ook nog milieuvriendelijk. Ze hebben geen dure terminals meer nodig, de laad- en lostijden kunnen aanzienlijk verkort worden en belangrijke logistieke problemen worden hiermee opgelost, hebben we inmiddels begrepen. Dit is een foto vanuit Minsk, in de Arabische Emiraten. En daar zie je dat ze nog een station aan het bouwen zijn. En je ziet 2 verschillende soorten pilaren, wat nu al dus een hele lange lengte heeft, waar heel snel de snaren erin kunnen en dat daar ook getest kan worden. Hier vertelt deze man in een filmpje van het najaar, heb ik hier een foto van gemaakt, dat hij vertelt, hier wijst hij aan, komt de 4e lijn. De 2e en 3e lijn is inmiddels gebouwd, moet de bekabeling nog erheen, maar de 4e lijn gaat dus daar gebouwd worden waar hij dit uitlegt. En het gaat die kant heen, zegt hij dan. Hier zie je testen hoe ze dat doen. Dit is een staal op staal wrijving. En je ziet de wielen. En dan zie je hoe makkelijk dat... Je ziet het niet, je kunt het op filmpje zien. Hier zie je alleen maar de foto. Maar de staalwrijving is zo goed dat het veel minder energie verbruikt. Het is een energiebesparende oplossing. En de rail zelf die heeft dus een garandeerde duurzaamheid van 100 jaar. Hier zie je het heel dichtbij. En hier zie je een bouw van een station. Een station is in feite een ankersteun. Want dat is een verankering ook voor het begin van een snaar die daar geankerd wordt, zodat die zoals bij de gitaar vastgezet kan worden. En dit is op het Uninci String Technologies R&D Center in Sharjah. Hier kunnen tussensteunen zelfs met een spanafstand van 288 meter worden geïnstalleerd voor een zware baan. De 288 meter ben je bijna 300 meter, om de 300 meter in een pilaar. Hoe goed is dat niet? Tegenover een weg 300 meter aanleggen. Sinds 2014 ontwerpt, bouwt en certificeert Uninci String Technologie elektrische overheid transportsystemen op basis van gepatenteerde technologie. En onlangs konden ze een overgang aan van de ontwerp, test en certificeringsfase naar serieproductie. Die is inmiddels gestart. En dus ook de open commerciële verkoop op de internationale markt, die is ook gestart. En het belangrijkste zakelijke voordeel voor de mensen is de lage marktkosten van de verhoogde wegen. En ze beginnen bij 1 miljoen kilometer en het kan 3 tot 5 keer lager is dat als normaal, maar het kan tot hoogstens 4 miljoen per kilometer zijn als er zware moeilijke omstandigheden zijn. En het is dus veel en veel goedkoper als voor wegen, spoorwegen of kabelbanen. En het is 3 tot 5 keer goedkoper. Hier zie je nog een keer een foto dat ze aan het testen zijn. Dit was nog in Minsk. En dan zie je dat ze de container eerst aan het testen zijn zonder omhulsel eromheen. Dat ze alle elektrische dingetjes nog zien draaien en lopen. En hier lopen dikwijls mensen ook nog mee met een laptop in de hand om te kijken hoe alles loopt als ze heel traag beginnen om de start te maken om het te testen. En hier zie je hem in het ecopark in de Verenigde Arabische Emiraten. De belangrijkste uitdagingen zijn voor de huidige hoge snelheidstransportsystemen zijn de kosten. In Europa bedragen de gemiddelde kosten van de aanleg van hoge snelheidswegen ongeveer 30 miljoen per kilometer. En het jaarlijkse onderhoud kost $100.000 per kilometer. En de Hyperloop-technologie die wordt geschat op 50 miljoen, dat weet men nog niet, want die is er nog niet. Maar deze technologie is op dit moment nog in de conceptfase, dus men kan het nog niet echt testen op een aangelegd systeem. Uninci String Technologie, die heeft het al, die kan het al wel testen. En die zegt dus dat de kostprijs van 5 miljoen per kilometer en weinig onderhoudskosten
dus veel en veel lager is als hierboven de 30 miljoen kilometer. De industrie gaat dus fundamenteel veranderd worden. Als we het gaan samenvatten, dan is het transport van Juniske stringtechnologie snel, veilig, economisch eenvoudig te integreren en heel erg milieuvriendelijk. En dan vragen mensen, kan ik hierin ook participeren? Ja, natuurlijk, nog wel. We zitten in fase 14, 1 en 21 juni gaan we naar 14, 2. En waarschijnlijk zal er zeer snel ook 14.3 ontwikkeld worden. En dan hebben we alleen nog fase 15. En dan is het afgelopen met de ondersteuning van dit vervoer. Dan is alles ondersteund, is alles klaar. En mensen die hierin eigenlijk het bedrijf geld gegeven hebben, omdat banken geen geld gaven, hebben wij via crowdfunding het geld gegeven. De mensen die hierin ondersteund hebben, op het moment als het bedrijf winst gaat maken, dan mogen wij ook een beetje mee profiteren van die winst. Hoe mooi is dat? We zijn allemaal in feite een stukje mede-eigenaar van deze technologie. En we hoeven er niks voor te doen verder. Zij zijn heel hard aan het werken. Ook deze twee mensen. Want u ziet ze hier in een plastic overal. Maar waar is dit? Dit is op het station, het vliegveld. En door corona mochten ze alleen maar vliegen met heel erg beschermingsmiddelen aan. En hier zie je dus dat ze een plastic overal hebben, plastic schoentjes, ook handschoentjes nog, een mondkapje. En zo hebben ze het vliegtuig in gemoeten. Ze zouden daar 3 weken naar Vietnam gaan om daar handtekeningen te zetten. Maar daarvoor moesten ze eerst 14 dagen in quarantaine. Toen ze daar aankwamen, stond hun een verrassing te wachten. Het was geen 14 dagen, het was 4 weken in quarantaine. Met z'n tweeën blijven op een klein hotelkamertje. Dat is zeer, zeer zwaar. Ze waren ook heel blij toen ze eruit mochten. En toen hebben ze in plaats van 3 weken maar 1 week gehad om daar met heel veel verschillende bedrijven te praten. Veel bedrijven hadden allemaal contacten gelegd met het systeem van Juniske stringtechnologie. En nu moesten er handtekeningen gezet worden, zodat bedrijven verder konden. En daar hadden ze maar 1 week voor. Inmiddels zijn ze denk ik bijna terug. En kunnen wij straks te horen krijgen wat daar precies gaat gebeuren. Nu gaat alles in een stroomversnelling. Want in Vietnam staan grote projecten te beginnen. We weten nog niet hoe en wat. Een paar jaar terug hebben we wel iets van gehoord. Maar wat daar nu nog van doorgaat, ik weet wel dat er hele grote projecten gaan komen. En willen we iets meer weten over dit systeem, dan kunnen we kijken naar de websites. Er zijn verschillende websites. We hebben ook een Facebookpagina, België-Nederland, of Nederland-België moet ik zeggen. Daar kunnen we ook nog naartoe. Hier zie je het persoonlijk kantoor van jezelf, in tweede regel. De bovenste is de officiële website van Skyway String Technologies. We hebben een Facebookpagina en YouTube-pagina. De whitepaper kun je ook helemaal gaan doorlezen. 108 pagina's, geloof ik. En er is nog veel en veel meer. Maar wilt u iets meer weten daarvan? Wij kunnen u ook altijd verder helpen. Want Earl Kerjagen en ik, wij zijn telefonisch bereikbaar. Want we begrijpen dat heel veel mensen niemand meer hebben die hun nog iets meer kan vertellen. Wij hebben sinds juni vorig jaar eigenlijk de verantwoording op ons genomen om mensen het verhaal te vertellen wat wij horen van het bedrijf. We hebben rechtstreeks contact met het bestuur, met de bestuursleden en met de mensen die daar omheen zijn. We worden van alle kanten geholpen met de techniek en de vragen die er zijn of de problemen die mensen hebben. Dus wij kunnen altijd zorgen dat we antwoorden hebben. Dus wilt u iets weten, bel mij of bel Earl en wij staan tot uw beschikking om u zo goed mogelijk te helpen. Nou, dan was dit mijn presentatie. Ik wil u danken voor uw interesse en hoop u een volgende keer weer te zien, want een van de komende weken zullen wij waarschijnlijk heel veel nieuwe dingen mogen vertellen en kunnen vertellen, maar op dit moment weten we het zelf ook nog niet. We weten alleen dat er mooie contracten getekend zijn. Dus ik ben benieuwd. Kom een volgende keer terug. Kom kijken en luisteren.
En waarschijnlijk mogen wij eind van deze maand ook weer op locatie een presentatie gaan geven. Daar gaan we dan ook nog iets meer aan jullie aan vertellen. En dan kunnen we ook weer in het echt zien. Hoe mooi is dat? Bij deze wil ik u bedanken. En misschien tot de volgende keer. In ieder geval bedankt voor het luisteren en tot ziens. Dag. Thank you.